welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over schoonmaak. Ik wil alles weer schoon hebben voordat ik op vakantie ga, want ja, ik ga op vakantie. Meer hoor je daar later over. En nog een disclaimer, mijn camera is nog steeds stuk, dus ik kan nog steeds niet meer vlogs opnemen. Dus de komende 3 weken doe ik gewone video's in plaats van vlogs. Maar na die 3 weken ga ik weer gewoon lekker vloggen, vooral als ik op vakantie ben. Vind je dit een leuke video? Doe dan alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. Oh ja, het belletje meenemen. That's it. Laten we dan maar meteen met de video beginnen. Zo, ik begin beneden, want zoals je kan zien heeft Memphis alles weer eruit gehaald en overal neergegooid. En ja, ik ben ook niet echt netjes geweest. Mijn laptop ligt daar. En ja, van alles en nog wat. Ik heb nog mijn koffie, de kussens van buiten. Eigenlijk alles is in de woonkamer gedumpt. Hi Zeno! De pannen van gisteren. Ik was gisteren echt veel te lui om nog af te wassen en te doen. Dus ik heb het gewoon zo gelaten. En de gootsteen dus ook. Dit zijn echt alleen dagen wanneer ik dus geen zin heb in op te ruimen. Dat doe ik niet altijd. Dus oké. Hier ga ik alles even opruimen en alles weer terugzetten. Zodat ik dadelijk goed kan stofzuigen en kan dweilen. Want eromheen stofzuigen en dweilen is echt geen doen. Dus ik ruim het eerst even op en dan doe ik alles weer in Memphis' speelhok. Ja, ik noem het Memphis' speelhok omdat Memphis daar eigenlijk al zijn zooi dumpt. En mijn andere lieftallige zoon die ruimt altijd heel netjes op. Dus ja, het zijn echt 2 verschillende persoonlijkheden. Dat kan. I know. Heel erg raar, maar het is zwaar. Nu is het tijd om lekker de buitenkussens weer buiten te leggen. Ik laat ze in de zomer altijd binnen, want ik vind het nogal gedoe om ze in de schuur te leggen. En het is gewoon heerlijk weer en dan wil ik ze gewoon meteen in de ochtend hup naar buiten kwakken en gewoon lekker daar even kunnen zitten. Ik heb nu ook tegenwoordig dat ik in de zomer gewoon lekker even mijn kopje koffie buiten drink. Echt een luxe hoor. Dan is het tijd om de woonkamer te doen. En zoals ik al zei, had ik zelf ook wat troepjes laten liggen. Zoals mijn koffie, mijn water, mijn laptop. Want ik werk echt altijd overal nergens. Wanneer ik mijn laptop te pakken krijg, dan maakt het niet uit of ik op de bank zit in een werkkamer of op mijn slaapkamer. Nou, ik werk even goed. Dus voor mij is dat echt helemaal geen probleem. Maar ja, als je wilt opruimen, dan moet je het wel weer even allemaal netjes op orde zetten. Want ik heb wel heel vaak dat ik dingen kwijt ben, omdat ik ze dus overal neergooi. Ik had laatst ergens gelezen dat creatieve mensen ook chaotische mensen zijn. Dus misschien zou het daar wel doorkomen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik weet wel dat ik heel erg slordig werk. En ja, de binnenkant van mijn kast, dat moet ik nog een keertje doen. Dus ik houd nu maar even op een kiertje, zodat je niet alles kan zien. Wij hebben een hond, dus ik dweil altijd met Dettol. Ik vind dat zo lekker ruiken. Ik weet niet, het geeft een oude, vroeger geur, gevoel in huis. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Maar het ruikt zo lekker en ik vind het gewoon super hygiënisch. Omdat we een hond dus hebben en dat het dus dan helemaal weer, ja, clean en gewoon lekker schoon, fris. Gewoon lekker. Ik doe niet zoveel, want het is heel erg sterk. Ik heb 1 keertje gehad dat ik gewoon echt high werd van de Dettol. Had ik echt te veel Dettol gebruikt, dus echt niet lekker. Ik dweil wel met kokend water. Dat vind ik ook weer een hygiëne-tip voor mij. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lekkerder. Lijkt net of het dan schoner wordt of zo. Ik weet niet. Ergens helpt dat. Nou, en mijn doekje. Ik doe er nog wel wat koud water bij, want anders verbrand ik mijn tengels. En de ronde tafel neem ik altijd af. Eerst met een natte doek en daarna met een droge doek. Anders krijg je heel veel strepen. En ja, ik ben een beetje... Ja, een beetje gestoord daarin, kan ik wel best wel gerust zeggen, ja. Want ik kan dus niet tegen die strepen. En vooral als de zon erop schijnt. Oh my gosh, ik word daar zo allergisch van. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat niet. Zoals je ziet, dump ik hier nog wat spulletjes erin. Waarvan ik niet weet wat ze zijn. En dan later ben ik ze kwijt. En dan denk ik, oh, waar zijn die brieven nou ook alweer? Echt the story of my life. Maar ja, voor nu dump ik ze gewoon allemaal in de kast. En ik neem dit ook weer lekker fris af met Dettol. En ons vosje neem ik ook af met Dettol. En ook weer alle kleine priegeldingetjes. Ja, ik vind dat zo irritant om dat schoon te maken. Maar het moet. Het moet. En dan weer alle kussens op zijn plek zetten. Ik denk dat ik dat zo'n 10 keer op een dag doe. De kussens op zijn plek zetten. Thank you.
Dit spul is echt magisch voor mijn houten salontafeltje. Het is echt de bom. Want mijn kinderen eten ook wel eens voor de tv. Ja, I know, really bad. Maar dat doen ze wel eens als we gewoon even heel snel het moeten doen. En dan vallen er wel eens gewoon van die vetvlekjes of van de hagelslag of iets valt er wel weer op. En dat gaat dan helemaal in dat hout zitten. En dat vind ik echt heel irritant. Want als je dan met gewone doek eroverheen gaat, gaat het niet weg. Maar met dit spul, het blijft weer helemaal mooi en netjes. Het lijkt net alsof je net een nieuwe salontafel hebt gekocht. Alleen moet je het wel doen wanneer de kinderen dus weg zijn. Want het moet intrekken, het is nogal chemisch. Het ruikt ook heel erg chemisch. Dus ja, vandaar dat ik het altijd doe wanneer ze weg zijn. En daarna heel erg goed mijn handen was. Want het gaat toch altijd wel in je handen zitten. En het stinkt gewoon. Het stinkt echt. Het ruikt helemaal niet lekker fris. Dat moet ik even erbij zeggen. Maar als je wat schoons wil, dan is dat weer helemaal oppie toppie schoon. Het ziet er weer helemaal opnieuw uit. Hier ga ik nu weer de vaatwasser uitpakken. Alles weer in de kast doen. En weer alles weer schoon en klaar. En dan ben ik weer helemaal tevreden over de grote schoonmaak. Zo'n hekel aan. Helemaal vol met water. Dus die gaat nog een keer de vaatwasser in. Nadat alle vaat weer weg is, dan is het tijd om een gootsteen echt heel erg goed schoon te maken. Ja, hier blijven toch altijd wel alle resten in zitten van alles wat erin gedumpt wordt. Mijn fles water, want die gebruik ik altijd. En dan doe ik de rest van de spulletjes er nog in en dan is eigenlijk de vaatwasser alweer vol voor de vuile vaat. Ja, bij ons gaat de vaatwasser echt zo vaak aan. Dat is gewoon niet normaal. Ja, af en toe denken van hoe kan dat nou, maar het kan dus. Alles even goed afnemen en weer schoon krijgen, zodat het weer lekker fris in huis ruikt en dat de keuken ook weer lekker fris is. En het RVS, ja, het echt het rottigste gedeelte van de dag, maar ja. Ondertussen zit Mavis in de spelbak. Dit is echt zijn favoriete plek. Hij vindt dit zo leuk en ik vind het zo schattig. Soms ga ik gewoon naar hem kijken en dan zie ik gewoon hoe leuk hij het heeft in zijn eentje. En de vuil. Ja, wij wonen in Amsterdam, dus wij hebben een plek waar we onze vuilniszakken brengen en het daar dan dumpen. Ja, wij vroeger toen ik nog bij mijn moeder woonde hadden we dat niet. Dan hadden we gewoon een kliko achter in ons huis en dan kwam het één keer in de tijd de vuil het ophalen. Maar nee, nu moeten we lopen naar een plek en dan het daarin. Daar moest ik echt aan wennen toen ik in Amsterdam ging wonen, want ik kende dat natuurlijk niet. Dus, maar ja, het is eigenlijk wel handig, want je loopt maar een heel klein stukje. Maar als je heel veel vuilniszakken hebt, dan is het wel echt vervelend. Dan blijf je lopen. Maar op zich is het wel te doen hoor. Ik moet niet zo klagen eigenlijk. Nou, eigenlijk helemaal niet. En het werkt heel simpel. Je stopt je kaartje erin. Dan kan je dat klepje openmaken. En vervolgens doe je je vuilniszak of whatever wat je dan hebt erin. En dan doe je hem weer dicht. En ja, kind kan de was doen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. En dan als laatste van een hele dag schoonmaken. Dan heb ik alleen de woonkamer gehad, hè jongens. Gaan we nu dus stofzuigen, alles helemaal afnemen en alles gedaan. Dweilen en dan ben ik helemaal klaar. En dan is het gewoon al een halve dag voorbij. Misschien ben ik de langzaamste schoonmaker ever. Maar bij mij duurt het werkelijk waar zo lang. Kijk hoe de tafel is geworden. Helemaal weer schoon. En alles is weer helemaal op zijn plek en netjes. Ik vind dit altijd zo fijn voor de 10 minuten dat het schoon is. Totdat de kinderen thuiskomen en het weer een hele bende is. Maar ja, die 10 minuten moet je dan wel echt ervan genieten dat het weer lekker schoon is. En alles is weer helemaal opgeruimd. I love it.
Zo, nou dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen duimpje omhoog te geven. Zoals ik al zei, over 3 weken komen er weer gewoon vlogs voorbij. En ik ga nog later deze week een video opnemen dat ik mijn koffer inpak. Want wij gaan op vakantie. En het is best wel spannend. Ja, het is best wel... Het is gewoon echt spannend. Want ik heb echt heel veel te vertellen. Maar dat ga ik dan vertellen en niet nu vertellen. Want voor mij is het echt wel out of my comfort zone ergens een beetje. En normaal hou ik niet zo ervan om uit mijn comfortzone te gaan. Maar ja, ik moet het gewoon wat meer doen. Ik weet niet, na wat er was gebeurd, zo heb ik dat steeds meer beseft dat ik gewoon out of my comfortzone moet gaan. Dus stay tuned. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Dus volgende week geen vlog, maar storytime. En die week daarop ga ik mijn koffer inpakken. Oh ja, en ook gewoon alleen op de dinsdag een video. Dus niet dinsdag en vrijdag. Nou, dat heb ik volgens mij al heel vaak gezegd. Doei doei!